Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het helemaal fantastisch. Ja, ja, ik heb niks te klagen. Er is niets te klagen. Nou, dat is niet helemaal waar. Een oor van mij zit opeens helemaal dicht. Ik ging gisteravond in bedje liggen, toen hoorde ik pap, piep. En sindsdien doet hij het niet meer. Dat is niet heel erg prettig hoor. Enfin. Wat zit er in een doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we eens kijken. Pakjesappelsap. Nu kan je denken, ja, pakjesappelsap. Wat is er mis met een pakje appelsap? Ik denk het niet. Ik denk het gewoon niet. Ik denk niet dat er echt iets mis is met appelsap. Ja, het is lekker. Er zit heel veel suiker in, dus je voelt je beter. Voor kinderen is het leuk. Hè? Pakje mee naar school. Ik kreeg van mijn omaatje vroeger ook altijd een pakje. Pakje chocomel. Bij de lunchroom kreeg ik altijd een pakje chocomel. Koud pakje chocomel. Omaatje. Nou, die is denk ik ook alweer 30 jaar dood. Nou, dat is niet waar. 25. Ik ben zelf bijna opa. Als het zo doorgaat met mijn dochter. In ieder geval, we gaan pakjes proeven. We hebben Albert Heijn. Pakjes appelsap. We hebben goudappeltje van appelsientje. De ouderwetsje. En we hebben... Van de boom. Van de boom. Ja, appels van de boom. Niet zo heel raar. Maar dit ziet er een beetje biologisch dynamisch afbreekbaar uit. Met een lekkere scheut 30% water. Wat? 30% minder suiker dan appelsap. Is dat appelsap? Ja, je hebt 30% water in gemieterd. Ja, vind je het gek dat er dan minder suiker in zit? Ik wil toch nog eventjes een kleine aanklacht doen over de kartonnen rietjes die tegenwoordig van de Europese Unie moet. De Europese Unie, er zijn heel veel mensen heel erg gek op. Ik vind het een verschrikkelijk moloch. En waar bemoeien die lui zich mee? Wat? Kartonnen rietjes. Wat gebeurt als je uit een kartonnen rietje drinkt? Na twee keer slurpen proef je lijm. Ik denk dat het niet gezond is. En daarna proef je karton. En daarna wordt je karton week. En daarna werkt het rietje niet meer. Dus... We hebben iets met een functie verslechterd. Ik geloof niet helemaal dat het onderdeel van de mensheid is om dan iets te verslechteren. Dat is bijvoorbeeld dat je zegt, weet je wat, we schaffen riolering in het toilet af. Vanaf nu schijten we weer met z'n allen in een keiltje. En dan zeggen dat dat beter is voor ons. Nou, dacht het niet. Maar let even op. Hier, ik heb hier dus een pakje met appelsientje. Moet je opletten. Goh, waar zit dat nou in verpakt? Jeetje, wat zit daar nou in verpakt? Jeetje. Plastic. Nou, dan hebben we dus een geplastificeerd pakje. Dit pakje is niet papier. Dit is geplastificeerd. Dit is gewoon plastic, ja? Daarop zit met lijm een plastic hoesje. En daarin zit dus een kartonnen rietje. Moet je kijken. Plastic. Maar dit is de oplossing voor de mensheid. Kartonnen rietje. Schiet mij maar leek. Nou, bij de Albert Heijn is dat natuurlijk net zo. Ook alleen maar plastic. En bij die van de boomappel ook alleen maar plastic. Maar wel allemaal zo godvergeten kartonnen rietje. Niemand wordt er beter van. Ja, de papierfabriek. Maar voor de rest totaal geen verbetering. En dat is de grote grap met al dat soort dingen. Ja, dat is goed voor het milieu. Minder plastic. Die hele troep zit helemaal vast in kilo's plastic. De enige wat dus van karton is, is dus dat klotige rietje. En dat maakt het dus niet prettig. Dus maakt het niet beter. Hier, zelfs die koekenbakkers van de boom, die dan net doen of ze allemaal voor elkaar hebben. Alles is plastic, behalve dat klotige rietje. Ik word er verdrietig van. Goed, we kunnen natuurlijk nog anderhalf uur over plastic of kartonnen rietjes hebben. Overigens kun je plastic rietjes gewoon bestellen bij AliExpress. Want die Chinezen die hebben er allemaal lak aan. Dus je kan bij die Chinezen gewoon dan kun je een miljard rietjes bestellen. Dan neem je die gewoon lekker mee als je ergens heen wil. Ja toch? Overigens, weet je wat de grote grap is? De Europese Unie zegt dan, ja, want we moeten van de plastic soep af. Nou, dat ben ik met je eens. Minder plastic soep, hoe beter. Hoe minder plastic in het milieu, hoe beter. Of zeker in het water. Er gaan heel veel vissen aan dood. Moet je zeker doen. Probleem is alleen, volgens mij, van alle plastic wat in water komt... Komt geloof ik 1% uit Europa. En geloof ik 96% komt uit Azië. De Kypers is gewoon een hele vuilniswagen met plastic leeg in de zee. Dan zitten wij, godverdomme,
zijn betonnen rietje te lurken. Appelsap van de Albert Heijn. Daar zit appelsap uit concentraat in. Oftewel, gewoon appeldrap, hoe heet je, diksap. En dan flikken ze water bij. En dan heb je appelsap. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal goed. Hier heb je dus goudappeltje. 62% fruit. En 38% water. Hier zit 62% fruit in. En 38% water. Dat geloof ik dus niet. Ja, die concentraat is waarschijnlijk dusdanig dat je daar 62% van kan maken. Maar ze hebben niet maar 38% water in het pakje geflikkerd. Want het stikt van het water, alleen met de concentraat. Dus eigenlijk doen ze exact hetzelfde als appelsap van de Albert Heijn, die een stuk goedkoper is. Alleen ze verkopen het leuker. En hier zeggen ze 30% minder suiker met een lekkere scheut... Godverdomme. Met een lekkere scheut... Water 30%. We beginnen bij de goedkoopste. Overigens is goudappeltje de duurste. De goedkoopste van Albert Heijn. Gadverdamme, kartonnen rietje. Ja, meer zoet appelsappie. Ja, het smaakt natuurlijk naar appel. En zoet. De vraag is dan, is de appelsap van de boom lekkerder? Want hier zeggen ze, nou zit 30% in de suiker in, er zit 30% water bij gemieterd. Vol van smaak staat op het pakje, maar blijkbaar zit er minder suiker in dan deze. Nou, vol van smaak is anders. Smaakt meer naar water inderdaad. Het is gewoon, deze is wat heftiger. Dit is echt weer dat je denkt, hey, appelsap. En je denkt, lijkt wel ze 30% water erbij hebben geflikkerd. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat deze inderdaad voller van smaak is dan degene die zegt dat ze vol van smaak zijn. Alleen deze is minder zoet. En dat vind ik persoonlijk lekkerder. Dan gaan we naar de oude vertrouwde goudappeltje van Appelsientje. 62% fruit en 38% water. Goudappeltje is de duurste. En ik vind die helemaal niet lekker. Het heeft een beetje een muffige. Het is een beetje muf. Deze smaakt veel meer naar appel. En is veel gezelliger dan die. En deze heeft mijn voorkeur. Maar de duurste... Oh, misschien een beetje appelsap in mijn... Een beetje appelslap in mijn pijp. Maar deze is de duurste en is dus niet... Die is gewoon niet lekker. Tja. Hiervoor doe ik het, mensen. Hiervoor doe ik het. Dit is de reden waarom ik de reviews maak. Want wie had dit bedacht? Ik denk niemand. Tijd voor de cijfertjes en die worden een beetje hard, want goudappeltje, waar wie is er niet groot mee geworden, die valt van zijn voetstuk. Die is het duurste en is gewoon het minst lekker. Liever gezegd, ik vind hem muf, ik vind hem een beetje... Ik vind hem niet gezellig, ik vind hem niet heel erg lekker. Dus deze krijgt van mij een 5. En dat doet pijn. Ja, het is toch een stukje jeugd wat je weggooit op deze manier. Op plek 2 eindigt de appelsappakjes van de Albert Heijn. Ja, het is het goedkoopste. Dat proef je wel een beetje, want het is inderdaad gewoon echt dik zat met water. Het is echt wel dat je denkt, oh, poeh, nou, dat is appelsap zeg, lekker zoet. Maar, niks mis mee. In ieder geval een stukje frisser dan dat pakje. Gret voor het dikke. Deze die krijgt een SS. Ja, het is ook niet meer waard, moet ik eerlijk zeggen. Maar, van de boom, appel, die... Ja, heel stoer doen dat ze er 30% water in mikken. Nou, oh, bedankt. Oh, jeetje, wat een toevoeging. Die is gewoon het lekkerste. Smaakt het lekkerste. Smaakt het meest naar appel. Niet te zoet als die. Niet meer als die. Van de boom, pakjes appel. Ik heb van mij een 8. Koop die maar voor je kinderen. Als ze naar school moeten. En als je kinderen hebt. Ja, het wordt een beetje raar. Als je pakjes voor je kinderen koopt die je helemaal niet hebt. Zie je met allemaal, wie drinkt dan die pakjes op?